Goedemiddag, welkom weer terug op Sportpark de Toekomst. Nou, je ziet de selectie gooit alles in het goede. Dus de technische staf hebben wederom ingekropen. Ze hebben nou mijn vriend Dennis naar voren gehouden. Den, hey, hartstikke bedankt dat je het wil doen. Even terugkomen, Den, op 32. De stand was tegen Frank Peretri. Het was 6-4, dus maar, het is 19 punten voor haar. Ja, maar er loopt nog een onderzoek. Oh, er is ze. Want het schijnt niet te kloppen. Er loopt nog een onderzoek met Frank Peretri. Die moet nog voorkomen, ja, denk ik, want ze zijn toch iets met steekpenningen. Ja, getuige. Dus dat klopt, is niet echt vastgelegd. Niet. Dus het kan nog zijn dat dit verandert. Ja. In misschien wel 124. Dat wordt dan veranderd, dus reden van de week. Meteen, straf, het wordt na het weekend. Deze week wordt dat wordt na het weekend. Jij mag de eerste pakken. Jij mag de eerste. RKC, Vitesse. Ik denk dat dat een 2 wordt. Tweetje. Zal ik hem erbij zetten? Ja, zit er maar bij, denk ik. Tweetje. Ajax Willem 2. Ja, dan moeten we dan... Dat is nu... We gaan voor een 1. Waar staan we hier? Fantastisch volle bak. Fantastische sfeer. Ik zie hem al staan. Oh, PSV NEC. Ook een 1. Ja, dan moeten we... We kennen niet... Ik wil wel mee, maar... Is ook leuker ook als ze winnen. Jij mee? Ja. Heerenveen Utrecht. Ik ga voor een 2'tje. Een 2'tje. Ja, nee, dan ga ik voor die 1. Jij gaat voor Marco. Jij gaat voor een eentje. 2, hè? Ik heb er 2. die mag jij. Nee, dan pak ik een andere. Oh, die pak ik. Oh, kijk, dat zijn dus die momenten. Dat zijn de trucjes. Dat zijn de trucjes. Die trapte daarin. Ervaring. Let op. AZ Zwolle. Zwolle. Dan ga ik voor een hele stiekem met 3. Jij gaat voor een 3. Ik ga voor een 3. Dan maak ik een verschil. Dan ga ik voor een 1. Hé, hey, nou kijk eens, Oosterse derby. Wauw, ja. Moeten we... Ik pak een eentje. Jij pakt een 1? Een eentje. Dan pak ik een 2. Er zit in een goed, ja, toch? Goed ritme, ook richting de volgende week, zou leuk zijn. Jij een 1, ik een 2. VVV Groningen. Oeh, VVV. Ik hè, eerst? Ja, jij mag ik eerst. Ik ga voor een 1. Jij gaat een 1? Ja. Dan pak ik een 2. NAC, Rode JC. NAC, Rode. NAC, voor je een tikje gaat. Klopt. Oh nee, middagje. Ja. Middag, een half 1, ja, dat zijn jaren, dus minder. Ja, denk jij mag als gast de laatste pakken. Een 1? Toch een 1. Een 1? Ja. Roda, die moeten. Nou, Roda. Ja. Dan ga ik voor een 3. Nou, denk jij mag als gast de laatste pakken. Als laatste? ADO Feyenoord, kijk, dit is een mooi. ADO Feyenoord, dit wordt gewoon een 1. Dit wordt een 1? Ja, Ik hoop mijn oude clubje. Oh jee. Maar dan ga ik voor het verschil, dan pak ik een 2. Ja, dat kan. Aan dat het onderzoek kan. Moeten we even afwachten wat het wordt. Voorlopig ga ik uit dat de cup van mij binnen gaat. Dat hij de uitslag niet vertrouwt. Ja. Klopt. Ja. Kijk, het is 142, 123, maar er loopt een onderzoek. Dus ik wil dat u deze man wel in de gaten houdt. De komende tijd. Niet dat hij vlucht naar Den Haag. Ik ga een extra uitzending. Dus net de selectie. We kunnen nog vertrouwen. Dus Hein, je weet het niet. De veiliging is erbij. Ik hou je in de gaten. Oké, top. Oké. Ja. Top maar.